Ja, Nationaal Gesprek is een initiatief van mediators. Ik weet niet of jullie weten wat dat zijn, maar dat zijn mensen die eigenlijk professioneel gesprekken begeleiden. De achtergrondgedachte is dat mensen vaak heel veel over elkaar menen te zeggen. Dus heel veel meningen over elkaar hebben, oordelen, maar elkaar eigenlijk helemaal niet kennen. En daardoor komt vaak sociale media en in de samenleving komt vaak heel veel reuring en ruzie en gescheld enzovoort enzovoort. En wij dachten, laat mensen nou eens gewoon met elkaar even praten. Maar vooral mensen die elkaar nooit zouden tegenkomen of elkaar nooit zouden spreken. Ja, die altijd maar langs elkaar heen schuiven. Er zijn heel veel bevolkingsgroepen die elkaar nooit zien en nooit spreken. Maar waar praat je dan over met een vreemde? Nou, precies daar waar jij het over wil hebben. Dus er is geen enkel onderwerp, wij sturen geen enkel onderwerp. Dus ook niet omdat de gemeente een beleidsonderzoek doet of dat soort dingen. Er zit dus geen enkel addertje onder het gras. Het is echt, wij vragen aan de mensen, waar willen jullie het over hebben? En dan kunnen ze het hebben over eenzaamheid, dat komt vaak voor. Ik heb bij dorpen in het rivierengebied gezeten waar men echt heel erg zich zorgen maakte over het sterven van het dorpsleven. De dorpshuizen stierven af, de organisaties, de verenigingen, muziekverenigingen enzovoort. Ja, die bloeden allemaal dood. En daar maken mensen zich enorm zorgen over. En daar hebben eigenlijk niemand om mee te praten. En als je ze dan bij elkaar aan tafel hebt, dan leeft dat weer op. En dan komen er initiatieven en zeggen, nou, we laten dat gewoon niet gebeuren. En dat is heel mooi om mee te maken. In november hebben jullie al een keer een gesprek gehad hier in Katwijk. Wat is je toen het meest bijgebleven? Het enthousiasme na afloop. Want men, in het begin wist men helemaal niet wat. Ja, ze werden uitgenodigd door de burgemeester. Dus ja, waarom eigenlijk? En toen na afloop, toen bleek waar het over ging. Namelijk over henzelf. Er was enorm veel enthousiasme. Toen hebben ze een eigen stukje geschreven voor de krant. En zij hebben toen gevraagd, mag het opnieuw gebeuren? En dat is dus nu, wat nu aan de hand is. Dus het is echt een initiatief geweest van de burgers zelf. Ja, dat juichen wij natuurlijk alleen maar toe.